In het Groningse dorp Den Andel staat de laatste op alleen windkracht werkende koren- en pelmolen. Nadat de wagen is gelost, worden de zakken door middel van het luik naar boven gehesen. Om de zakken neer te zetten, laat men het hijstouw los, zodat het luiwerk uit het rad valt. De molenaar stort het graan in de romp. Via de schuddebak komt het tussen de twee maalstenen terecht. Een verdieping lager, de maalzolder, wordt het gemalen graan opgevangen in zakken. De afstand tussen de twee stenen wordt geregeld met het lichttouw, waardoor de grofheid van het product wordt bepaald. De molenaar voelt met de hand of de vermaling juist is en moet steeds met het lichttouw de afstand tussen de twee stenen bijregelen. Door het meel van zijn jasje te slaan, kan de molenaar zien uit welke richting de wind waait. Nu blijkt dat de wind sterk is toegenomen, kan er gerst tot gort gepeld worden. Hiertoe moet de molen gestopt worden door middel van de vang. Door de molenaars Muda en Asselman wordt de kap op de wind gekruid. Dit werk kan alleen met handkracht geschieden. De maalsteen wordt losgekoppeld, waarna de pijlspinnen in het werk worden gezet. De vang wordt weer gelost, waardoor de molen weer gaat werken. De windvang van de wieken wordt geregeld met de kleppen, zelfschichten genaamd.
Een schoot gerst wordt in één keer op de pijlsteen gelost. Na verloop van tijd gaat het via de eerste elevator naar de tweede pijlsteen. Na de bewerking van de tweede pijlsteen is er een halfproduct ontstaan. Met de schutzeef en de waaier wordt het gerst geschoond en gaat via de derde elevator weer naar boven in een lege silo. Hierna volgt een tweede en soms een derde bewerking. De zakken worden afgeschoten en het meel wordt naast andere graanproducten beneden in de molen verkocht. Ook enkele bakkers en reformhuizen betrekken hun meel hiervan.